Wij maken muziek, hangen niet in de portiek. We zijn hyperactief en de lieve gymnastiek. Wij maken muziek, hangen niet in de portiek. We zijn hyperactief en de lieve gymnastiek. Steken op iets, spelen natief. Vreten van vrienden, nee, zo leven we niet. Doe mij nu vrij, waar ik ben van geniet. Of we maken geluid, dus spring alsjeblieft. Kom op, kom op, kom op. Everybody jump for your voice uit Oost-Amsterdam. Ik ben geboren in de Plantagebuurt in Amsterdam, dus niet hier ver vandaan. Het was toen een heel andere stad, er waren bijna geen auto's. Je kon nog echt op de straat putjesvoetbal deden we. Ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Ik ben in de middelbare schooltijd ben ik in Oost naar school gegaan, naar het Van der Waals Lyceum. Dat ligt aan het Oosterpark, dat heet nu anders. Ook daar heb ik hele goede herinneringen aan. Mag ik een koffie van je? Ja. Lekker. Dat was niet hier in de Indische buurt, als je bij de gemeente kwam. Nee, dat waar was. Kom jij als eerst? In Zuidoost. Dat was een project kwaliteitszorg, heette dat. Dat was om de dienstverlening te verbeteren. Dat heb ik met de mensen die werkten bij het Bijlmer Sportcentrum heb ik dat gedaan. En later ben ik secretaris geworden van het overleg van stadscelvoorzitters. Toen heb ik weer een omscholing gedaan, bestuursrecht. Toen ben ik bestuursjuridisch adviseur geworden bij het stadscel Geusveld Slotermeer. Oh nee, wacht even hoor. Nee, wacht even. Dit kan nog niet. Eind 2007 zocht de wethouder Jan Hoek, die had gekozen voor een nieuwe beleid op het gebied van welzijn. Hij was heel erg gecharmeerd van wat wij in Geusveld hadden neergezet. En hij had mij gevraagd om een paar maanden hier te komen. Om die kennis die wij daar hadden over wijkmobilisatie, burgers ook als wijkproducenten benaderen, niet alleen als wijkconsumenten, hier in toenmalige stadsdeel Zeeburg introduceren. En daarvoor had hij mij gevraagd voor 4 maanden hier te komen. En ben je gelijk... Ik was meteen verliefd geworden op de Indische buurt. Ja. Ik wilde gewoon was dat niet. Ja, dat was echt waar. De eerste twee mensen die ik tegenkwam in de Indische buurt, dat waren Firuz Asarhoosh en Maluki Kadat. Die waren leden van de Denktank Sociale Cohesie. En ja, als je deze mensen ontmoet, dan moet je bijna wel verliefd worden. En dat is ook gebeurd. Participatiemakelaar als ambtenaar van de Indische buurt was ik de schakel tussen deze buurt en de gemeentelijke organisatie. Was ik denk ik wel vrij succesvol in, maar niet altijd. En ik heb ook vaak slapeloze nachten van gehad. Ik heb ook te maken met de beperkingen van een gemeentelijke organisatie. Dat heeft te maken met dat een gemeentelijke organisatie een complexe organisatie is, maar ook de gemeentelijke organisatie is een bureaucratie. Dat hoeft niet slecht te zijn. Bureaucratie heeft ook te maken met toezien op rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is goede bureaucratie, maar ook met heel veel zeg maar onnodige bureaucratie. Daar heb ik wel echt in toenemende mate last van gehad. Wat ik echt een verschrikking heb gevonden vanaf het begin,
zijn de subsidies. Daar heb ik echt alleen maar buikpijn van gehad. Ik vind het ook eigenlijk een verkeerde prikkel. Het gaat vooral om de ideeën en de mensen die die ideeën dan gaan uitvoeren. En natuurlijk heb je voor bepaalde activiteiten geld nodig, maar dat moet een soort sluitstuk zijn. En nu is vaak het begin en het einde tegelijk. Maar dit is echt je laatste dag? Ja. Wat ik natuurlijk ga missen zijn mijn collega's uit de gemeentelijke organisatie. We hebben echt hele goede gebiedsteams. Daar heb ik het meest mee samengewerkt, maar ook met andere ambtenaren. Dat zal ik missen. Ik zal ook wel missen gewoon die ruimte die ik heb gekregen vanuit mijn eigen organisatie. Het is altijd 100% backing geweest van het bestuur en het management. En wat ik ga missen zijn, ja, die mijn collega's had over ons vak, maar ook over de ontwikkeling in Oost. Akka was je wel ambtenaar, maar dan ambtenaar zijn kantoor op zijn fiets. Ga je ook weer fietsen? Ja. Ja, de fiets was mijn kantoor. Ik ga opnieuw de hele tijd door de wijk fietsen. Ik heb een nieuwe fiets gekocht, ook speciaal daarvoor. Nee, dat vind ik echt, ja, prima. Als mensen vragen van, ga je met pensioen? Dan zeg ik nee. Ik ga door en met nog meer inzet en passie. Alleen niet meer als ambtenaar van de gemeente Amsterdam, maar als burger van Amsterdam. Ja, ik denk dat dat veel mensen een beroep op mij gaan doen. Dat denk ik ook. Hoe ik daarmee omga, weet ik nog niet. In principe wil ik zoveel mogelijk betekenen. Maar het is natuurlijk ook een grens aan wat ik kan. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt nog niet. Nee. Amsterdam zijn wij met z'n vijven, de initiatiefnemers uiteindelijk van de bewonersacademie, hebben zelf subsidie aangevraagd en wij ondersteunen bewonersinitiatieven door hun van elkaar te laten leren. Ja. We hebben niet zelf die initiatieven, maar we doen het wel helemaal zelf. Ja. En jullie, jij zegt ik werk bij de gemeente, ja. De bewonersacademie van Westvoorde. Die is door een stichting opgezet, ja. Wordt ook wel gesubsidieerd door de gemeente. Wij worden niet direct gesubsidieerd door de gemeente is wel, soms onze klant. Ja. Geen idee. Dat kunnen we zo aan David vragen. Ja. Waarom geen vieze gerecht? Zitten we bij de vieze gasten? Ja. David, waar gaan we heen? Nu gaan we naar het Pierkenspark en daar gaan we de uitleg geven over beide vieze gasten, de kringloopwinkel en de ganse wijk eigenlijk.
Een van de schepenen, wethouder noemen jullie? Ja, wet. Ja. Die zeggen, oké, wij gaan daarmee in zee. Wij gaan daarmee samen gaan werken. Het mooie is dat dan dat eigenlijk de deur werd opengezet voor expertise van bewoners. Want er zat ecologische expertise, er zat een stuk ervaring rond de plek, rond de wijk. En dat werd plotseling aangeboord. En dat is eigenlijk een omslag geweest in het stedelijk beleid. En er zijn een hele hoop trajecten uit voortgevloeid die op participatie gericht zijn. De burgemeester die neemt zijn fiets en die rijdt hier rond. Die is hier opgegroeid ook, die kent deze wijk. Hè. En dus die gaat heel directe communicatie aan. Op het moment dat er een probleem is, dan stapt hij erop af. Wat je nu op gang hebt, heeft dat nog een bepaald doel waar je naartoe werkt? Moet dat heel veel groter worden? Of is het zoals het is en dat probeer je gewoon zo te houden? Is daar een beeld van? Wat de bewonersacademie betreft, het is niet zo dat dat heel groot moet worden, maar het is constant zoeken. En dat zal ook veranderen door de jaren heen. Constant zoeken van alle die talenten die er bestaan bij de inwoners zelf. Hoe kunnen we die connecteren met elkaar? En kruisbestuivingen, die zoektocht naar kruisbestuivingen. Mark was een van de vieze gasten, de meest vieze van de vieze gasten. Hij is helaas deze zomer overleden. We hebben hier onlangs een onwaarschijnlijke plechtigheid gehad voor hem. Nu, Mark, een wilde mens, hè, zegt tegen mij van, Stef, moesten we nu een keer een mozaïek leggen, hè, in dat park? Nu, gelukkig had ik een goed contact met de Groendienst door mijn acties in dat park, hè, waar ik ook met de ontwerpers had kunnen samenwerken. Ik heb dat idee laten vallen bij een van die ontwerpers, van, moesten we daar nu eens een mozaïek gaan leggen? En die ontwerper begint te tekenen, zegt, ja Stef, dat gaat wel 179 vierkante meter zijn. Hè? Dat gaat echt wel veel zijn. En eigenlijk zijn we er dan gewoon aan begonnen, hè? Zonder te weten of dat het haalbaar was om dit hier volledig rond te krijgen. We hebben een kunstenares gezocht die een ontwerp kon maken dat aansloot bij de atmosfeer van de wijk. Hè? Zuiderse kleuren, hè? Er zitten veel mensen die uit het zuiden komen. En we zijn gewoon begonnen met het idee van, we zien wel waar dat we eindigen. Want iedereen kwam hier. Het was een project waar je ook geen Nederlands voor moest kunnen. Hè? Dus je kreeg iedereen hier over de vloer. En je kreeg al die verhalen kwamen naar boven. En verhalen waar ook de vieze gasten dan weer mee aan de slag konden. Waar dat trafiekmateriaal kon uithalen. Dus je krijgt een dynamiek doordat hier mensen dag in dag uit gewoon steeds zitten te plakken. Dat is allemaal leuk wat jullie hier doen, maar je bent zo vuil en zo vies door dat lange haar. We hadden allemaal zo'n kop haar. Hè. En wij zeiden, ja, maar wij zijn ook vuil en vies. En dus hadden wij voor de gelegenheid, stond op het programma, Willem Vermaander kwam zingen, Walter Buk kwam zingen. En dan stond er het allereerste, enige verrassingsoptreden van de Bubble Knubbel Corporate of South. Wauw en de Whoopie INC, Vuile Mong en zijn vieze gasten, Audiovisueel Circus. Veel kleinere wijk, zou je eerst en vooral kunnen zeggen. Eigenlijk vormt Rabot een afgesloten driehoek. Ik ga op mijn computer nog eens storen, dan laat ik het even rondgaan. Een afgesloten driehoek dat eigenlijk redelijk geïsoleerd ligt. Jullie hebben waarschijnlijk daarnet ook iets gehoord over het stadsvernieuwingsproject in de Brugse Poort. Daar heet het Zuurstof voor de Brugse Poort. Een zeer dicht bebouwde wijk waar men echt beluikwoningen heeft afgebroken om eigenlijk parkjes te gaan creëren en letterlijk zuurstof te creëren in de wijk zelf. Hier heeft de naam van Stadsvernieuwingsproject is Bruggen naar Rabot. We hebben net een brugje overgereden, maar eigenlijk is deze wijk op zich vrij geïsoleerd, zou je kunnen zeggen. Hallo, ik ben Nele en ik werk voor de VZW, Sociale Kruideniers Gent. En de VZW is eigenlijk ontstaan uit een andere VZW, Samenlevingsopbouw Gent. Heb je daar al? Samenlevingsopbouw, daar heb je nog iets over gehoord. Ja, dus zeer kort, dat is eigenlijk een VZW die eigenlijk in Gent gaat werken rond armoedebestrijding. Dus zoals Evelien daarnet zei, er is hier in de Rabotwijk ook heel veel armoede. En daarom zijn we gestart ook met een sociale kruidenier. Zijn jullie al bekend met het concept van een sociale kruidenier of is dat helemaal nieuw voor jullie?
voedselbank? Ja, voedselbank kent iedereen meestal. Maar een sociale kruidenier heeft toch nog een ander werkingsprincipe. Dus bij ons is niets gratis. Dus als jullie straks een keer rondkijken in de winkel, dus alles heeft een prijs, maar een lagere prijs dan in de reguliere supermarkt. Dus wij gaan eigenlijk de laagste prijs op de markt nemen en gaan daar nog eens 30% onder gaan. Dus mensen die bij ons komen winkelen, die hebben ook een pasje nodig, dus een soort bewijs die ze verkregen hebben via een OCMW, CAW, straathoekwerk of kind en gezin. Dus ze kunnen hier niet zomaar komen winkelen. Dat zou ook natuurlijk concurrentievervalsing zijn voor de buurt. Maar aangezien dat mensen bij ons iets betalen, gaan ze ook een stukje eigenwaarde hebben. Dus als je iets gratis gaat geven, word je eigenlijk ook een beetje afhankelijk van hetgene wat je krijgt. En in de sociale kruidenier merken wij dat mensen graag iets betalen voor hetgeen wat ze hier kunnen kopen, ook al is de prijs lager. En op die manier proberen wij ook mensen opnieuw te integreren in de maatschappij. Dus als ze niet moeten gaan bedelen voor een stukje voeding en onderhoudsproducten, wij willen dat een stukje doorbreken. Ja. Mensen zijn echt tevreden dat ze een extraatje hebben op hun inkomen, vervangingsinkomen, en dat ze dit kunnen spenderen in de winkels hier. Dus ik denk dat 70% van de torenkens uitgegeven wordt aan voeding en echt basisproducten. Hè. Dus, maar dat wordt dan niet opgeteld aan je inkomen voor de sociale? Nee, want zo komt het weer. Dat is een extraatje. Ja. Hallo allemaal, dank jullie wel bij deze voor mij oh zo bijzondere moment. De officiële opening van Mama's Meal, de food truck. Haar voetdruk openen, want voordat het zover was moest ze heel wat obstakels uit de weg nemen. Het steun van de gemeente Amsterdam, maar vooral ook door wekenlang heel hard werken. Ik slaap niet, dus ik droom niet. 'S Nacht ben ik aan het plannen en dan denk ik, oké, wat ga ik overdag doen en hoe ga ik het doen, zodat ik zoveel mogelijk kan doen. Maar waar het vaak misgaat, is dat ik het alleen bedenk en alleen uitvoer. En als ik het uitvoer, denk ik, oh my god, ik red het niet, ik ben moe, ik ben kapot. En dan ga ik een last minute om hulp vragen. Financieel heb ik een dip gehad, nog steeds een dip. En dan probeer ik uit te komen. Het is heel lastig. En ook vanuit het project en de gemeente kunnen ze daar geen ondersteuning aan bij geven. Dat vind ik heel jammer, want dat is het enige waar ik bij gesteund zou moeten worden. Waarin ben je nou wel gesteund? Nou, vorige week dinsdag stond ik op het punt om te stoppen. En ik heb toen een gesprek gehad met de gemeente, omdat ik niet genoeg geld had. Ik zou het niet meer trekken. En om nog meer geld te investeren in die kar, dat zou betekenen dat ik het er niet uithaal. Dus dat ik alles doe voor niets. De gemeente heeft me op goede ideeën gezet. Hè. Er staat een crowdfunding actie, heb ik gedaan. Tot mijn verbazing heb ik best wel veel ontvangen. En ook van anonieme mensen. Vind ik heel bijzonder en speciaal. En dat gaf mij, niet alleen het geld gaf mij heel veel blijdschap. Maar ook de steun die ik van mensen krijg. En de boost om dan door te gaan. De avond voor de grote opening. De foodtruck heeft een make-over gekregen. En nu dus nog de boel inrichten. Het wordt een late avond, ja. Het is vandaag woensdag. Nou, maandag ging die kar naar Roosendaal voor de brep.
Kijk, het is best wel mooi geworden. Nu zijn ze bezig met de koelkast, oven, magnetron, koeling en andere dingen inrichten. Straks ga ik nog even schoonmaken en het wat leuker maken met inrichting. Hé, wat ben je aan het doen? Ik zet benzine in de aggregaat, in het apparaat. Aggregaat, waarom? Zodat we straks stroom hebben. Ja, is nodig. Want waar we gaan staan in het park, zijn er geen stroompunten. Dus dat is nog een dingetje. Dat was nog een dingetje. Is niet maar duur. Maar gelukkig. Ja, het is heel duur. Het is ontzettend duur. Had ik niet verwacht. Dus nu heb ik er eentje gehuurd. Ik moet er nog één gaan kopen, maar goed, dat is heel duur. Dus ik kan het nu gewoon niet kopen. Dus je moet elke dag huren? Elke dag huren en het is heel duur. Het is verschrikkelijk. Dus ik kijk hoe lang ik dit volhou. En als het niet lukt, dan jammer. Het is niet anders. Maar hoe vervoer je zo'n ding? Dan moet ik elke dag een boedelbak huren. En dan zit ik ook weer elke dag met... €50 extra kosten dat kunnen we ons niet permitteren. Oh nee, dat is zo. Okay. Dat is veel te duur. Dat is wel echt zwaar, hè? Ja, nee. Misschien kan ik het opzoeken bij de politie. Goed idee, hè? Bij het politiebureau. Ja, maar dan moet je betalen, toch? Nou, als ik aan ze zeg van please. In de ruil voor een paar barra's. Ja, je krijgt 10% korting. Oh ja. Ja. Is toch lekker? Ja, je moet je dienst uitzetten, zo saai achter het bureau, want in Zuidoost gebeurt er toch niks. Dan heb je honger, krijg je 10% korting en dan mag mijn advocaat daar staan. Het einde nadert en ik merk wel dat ik het nieuw begin dus, na morgen, het echte ondernemerschap, dus het verkopen, klanten trekken, et cetera, dat ik dat heel spannend vind en ik heb er ook echt veel zin in. Die dan ook hier komt. Mevrouw, weet u hoe laat het is? Ja, 2:30. Precies. Ben je al klaar? Nee, nog niet. We moeten nog een paar dingetjes inladen. En dan ga ik nog even kijken of het goed is. Een beetje friemelen in die kar. En dan ga ik naar bed. Maar is het eten wel klaar voor de opening? Echt wel. Morgen gaan we aan de slag. Gaan we het dagvers maken natuurlijk. Maar we gaan de bezoekers echt wel verrassen. Met hele kleine, lekkere, verschillende hapjes. Na een korte nacht slapen is het dan eindelijk zover. Nog even de stroom aansluiten en de opening kan beginnen. Succes zal zijn. Ik vond het heel goed gaan de opening en ik ben heel erg enthousiast en blij, want het staat er nu. En ik hoop dat we nu zo gaan. En wat heb je daarvoor nodig? Klanten, heel veel klanten, maar ook Elektra. En Elektra is nog wel echt een knelpunt. Want ik heb nu een aggregaat gehuurd voor 3 weken en het kost echt ontzettend veel geld. Dus ik heb Elektra nodig van de gemeente of zonnepanelen. Denk creatief met me na en help. Kom naar mama's meal, want mama kookt het allerlekkerste.
Goedemorgen opa, daar ben ik weer. Heb je lekker geslapen? Ja, ik heb mijn best gedaan met slapen, ja. Mooi zo. Ja. Nou, ik zie dat het een of ander nog even moet gebeuren in de keuken. Ja. Dus dat ga ik nu even doen voordat ik naar school ga. Heel fijn. En ik neem fijn. Dit ook direct mee. Heel fijn. Ga je links, dan ga ik met je mee. Rechtsaf, ook dat is geen probleem. Je bent niet meer alleen. Nee, je bent niet meer alleen. Ga je links, ga ik mee. Ga je rechts, geen probleem. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je voelt je even kut, maar ik heb een plan, ja. Ik zeg jullie, laat je schuren in die kant, ja. Ik laag in de zon en chillend op een terras. Nooit gedacht dat je dit zou doen, je hebt jezelf verrast. Live to the fullest, ground by the coolest. Lachen en vergrappen, stacks in je zakken. Lachen en huilen, vrede en ruzie. Zit niet bij de pakken, nee, geluk is geen illusie. Je zit in mijn gedachten, slapeloze nachten. Never nooit gedacht dat ik dit ooit zou verwachten. Maar het is het leven, dus verwacht op onverwachte. Maar ik zou alles doen om je pijn te verzachten. Ik ben niet meer alleen, dus nu doen we alles samen. Het is jij en ik, dus nu doen we het samen. Ik doe al jouw taken, maak je niet druk, want jouw zaken zijn mijn zaken. Ga je links, dan ga ik met je mee. Rechtsaf, ook dat is geen probleem. Je bent niet meer alleen. Nee, je bent niet meer alleen. Alsjeblieft, uw medicijnen. Mijn medicijnen, ja, die heb ik vandaag een klein beetje overgeslagen. En ik wil morgenochtend weer met frisse moed aan mijn medicijnen beginnen. Kom op nou, en, u bent zo goed bezig. Ja, het maar is voor ja, uw eigen gezondheid. Maar dat ben ik ook volkomen met je eens. Maar ik heb het nu een klein beetje vergeten doordat ik visite kreeg en dergelijke dingen. Ik begrijp u zeker niet verkeerd hoor. Nee, ik heb het nee. Allerbeste met u voor. Ja, maar en ik help u graag. Dat stel ik ook ten eerste op prijs. En ik hou me eigenlijk ontzettend goed aan de medicijnen. Want ja, die krijg je ook niet voor niks. Dat kost genoeg. En buiten dat hoop ik ook dat zij met de tijd mijn pijn zal verlichten. Hij zwemt, hij zit in het zwembad. Mama, ik ben thuis. Wakker worden, mama. Kijk eens, de zon schijnt. Heeft u vandaag zin om mee naar buiten te gaan? Nee, je weet al dat ik ziek ben en mijn medicijn nodig heb. Kijk, ze liggen op het nachtkastje. Sorry dat ik zo chagrijnig ben. Hoe was je dag op school? Ik had vandaag de cijfers van de toets meegekregen. Raad eens, ik heb een 10! Dus ondanks dat je je handen vol hebt aan mij, doe je het nog steeds goed op school. Ik ben super trots op je. Ik snap niks van onze juffrouw. Ze doet altijd zo moeilijk. Dat verbaast me. Ik heb nooit problemen met haar zelf. Ze heeft me 4 keer laten nablijven
omdat ik een paar minuutjes te laat kwam in de les. En ze heeft me ook een officiële waarschuwing gegeven, omdat ik 2 dagen niet naar school kwam. Je komt 4 keer te laat en dan nog 2 dagen niet naar school. Vind je het gek dat ze dan een officiële waarschuwing geeft? Ja, maar ik kon echt niet naar school komen. Ik had een belangrijke afspraak. Samen met meneer Jansen, bij zijn dokter. Heb je wel uitgelegd dat je soms mantelzorg hebt, waardoor je daarom niet komt? Nee, eigenlijk niet. Maar weet je wat het is? Wij hebben niet een goede band met elkaar. Dus onze communicatie was sowieso al niet goed. Het beste wat je nu eigenlijk kan doen, is gewoon een brief schrijven en daarin gewoon haar van uitleggen wat je ervan vindt en waarom je te laat komt en zo. Ergens heb je toch wel gelijk. Beste mevrouw Adringa, heel lang heb ik nagedacht hoe ik deze brief aan u moest schrijven. Dit hele jaar heb ik keihard gewerkt om de lesstof goed te beheersen en mooie cijfers te halen. Maar vanaf de eerste keer dat ik uw les instapte heb ik het gevoel gehad dat u mij niet moest. Hoe erg ik ook mijn best deed om actief mee te doen aan uw lessen. U leek nooit tevreden, wat ik ook deed. De reden dat ik vaak afwezig of te laat ben geweest tijdens uw lessen is omdat ik aan mantelzorg doe. Zo heb ik een aantal mensen die ik help. Waar ik kan. In het bijzonder meneer Jansen. Hem help ik dagelijks met kleine huishoudelijke taken en ik zorg dat hij elke ochtend voor ik naar school ga zijn medicatie krijgt. Ik probeer deze mensen te ontzorgen waar ik kan. Soms kost dit meer tijd dan verwacht. Ik wilde u dit vertellen in de hoop dat u uw begrip voor kunt opbrengen en in de toekomst het bij andere leerlingen misschien sneller opmerkt. Ik ben Kiara Persson. En ik ben 11 jaar. Ik ben 2 keer per week bij mijn oma. Mijn oma is niet meer de jongste. Dus help ik graag waar het nodig is. Ik doe dan de afwas, stofzuigen en opruimen. Ik doe ook de boodschappen. Omdat ik dan wat lekkers voor mezelf mag halen. Beste Tim, ten eerste bedankt voor je brief. Ik ben er nog steeds helemaal stil van. Het is nooit mijn bedoeling geweest om jou te laten denken dat ik het op je gemunt had. Je cijfers zijn supergoed, het is alleen zo dat je heel vaak afwezig was en daarnaast ook vaak te laat. En als ik je dan vroeg waarom ben je te laat, Tim, dan gaf je me eigenlijk nooit een reden. Maar sinds je mij deze brief hebt geschreven en alles uitgelegd hebt, vallen voor mij de puzzelstukjes in elkaar. Je bent een jonge mantelzorger en daar mag je super trots op zijn. Naast je moeilijke studie en al je examens, help jij meneer Jansen en nog veel meer andere mensen die je hulp heel hard kunnen gebruiken. Jij bent hun reddende engel, hun held. Jij bent hun toekomst. Eigenlijk ben jij hun steunpilaar. Ik heb daar heel veel respect voor. Je brief heeft me zelfs geïnspireerd om dit ook te gaan doen. En vanaf nu zal ik me gaan inzetten als mantelzorger. Misschien dat je me wil helpen door te vertellen waar ik me hiervoor moet aanmelden. Ook zal ik dit onderwerp met de directeur gaan bespreken. Ik vind het namelijk zo belangrijk dat ik vind dat het aan de lesstof moet worden toegevoegd. Zodat ook de andere leerlingen het belang ervan in gaan zien. Nogmaals Tim, mijn respect voor wat je doet voor de samenleving. Ga zo door. Je mag ontzettend trots op jezelf zijn. Hou je taai Tim. Groetjes van mevrouw Adringa. Dan ga ik met je mee, rechts af, ook dat is geen probleem. Je bent niet meer alleen, nee je bent niet meer alleen. Ga je links, ga ik mee, ga je rechts, geen probleem. Je bent niet alleen, je bent niet alleen. Je voelt je even kut, maar ik heb een plan, ja. Ik zeg jullie, laat je schudden in die kant, ja. Laag in de zon en chillend op een terras. Nooit gedacht dat je dit zou doen, je hebt jezelf verrast. Live to the fullest, ground by the coolest. Lachen en vergrappen, stacks in je zakken. Lachen en huilen, vrede en ruzie. Zit niet bij de pakken, neer geluk is geen illusie. Je zit in mijn gedachten, slapeloze nachten. Never nooit gedacht dat ik dit ooit zou verwachten. Maar het is het leven, dus verwacht op onverwachten. Maar ik zou alles doen om je pijn te verzachten.
Je bent niet meer alleen, dus nu doen we alles samen. Het is jij en ik, dus nu doen we het samen. Ik doe al jouw taken, maak je niet druk, want jouw zaken zijn mijn zaken. Ga je links, dan ga ik met je mee. Rechts af, ook dat is geen probleem. Je bent niet meer alleen. Nee, je bent ga niet je meer links, alleen. Ga je mee, ga je rechts, geen probleem. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Op school heb ik gezegd. Ik snap er niks van, een meester die me niet begrijpt. Damn, ik word er sick van. En is de koelkast leeg, zorg ik dat die vol zit. Door te koken om te zorgen dat je vol zit. We hangen op de bank en we kijken naar Netflix. Je weet dat deze buurjongen gezellig is. We doen het samen, je bent niet meer alleen. En waar je heen wilt, daar breng je heen. Jij bent never alleen, ik ben er altijd voor je. Leven loopt soms raar, daarom ren ik voor je. Zal zorgen voor jou zoals je mij hebt verzorgd. Jij blijft altijd lachen, al ben ik soms een zorg. Samen zijn we sterker dan één. No matter what, ik trek je er doorheen. Niet vergeten dat je altijd nummer één bent. God bless you, ik zeg ze amen. Ga je links, dan ga ik met je mee. Rechts af, ook dat is geen probleem. Je bent niet meer alleen. Nee, je bent niet. Je bent niet alleen. Ga je links, ga ik mee. Ga je rechts, geen probleem. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen.